Wat als je zo productief leert werken dat je alle dromen, alle doelen en alle ambities die je in je hoofd hebt rondrazen, moeiteloos kan gaan creëren? Je kijkt naar The Why Girl, jouw online talkshow waar je elke week een mini masterclass krijgt van een creatieve ondernemer die ook echt leeft van haar creativiteit. En deze week heb ik te gast business- en meditatiecoach Dolly Heuveling van Beek. Dolly heeft echt een geweldig productief jaar achter de rug. Ze organiseerde 2 online cursussen waar honderden deelnemers zich voor inschreven. Ze ging 3 keer in 1 jaar naar New York voor haar bedrijf. En ze organiseerde een ondernemers-event voor 150 ondernemers, wat bijna meteen uitverkocht was. Dolly is dus super productief en succesvol en maakte, voordat dit allemaal gebeurde, 1 hele radicale keuze die maakte dat ze van het ene op het andere moment, klinkt soort magisch, maar het is echt zo gegaan, 10 keer zo productief en effectief kon werken. Ik heb ook echt een periode gehad dat dingen veel stroever ging en langer duurde en alles leek zo moeilijk te gaan. En in ieder geval heel langzaam. Ja. En nu denk ik af en toe inderdaad ook van, Jezus, hoe doet ze het over mezelf? Het is heel gek, een beetje soort schizofreen. Treed je uit jezelf en denk je, hoezo lukt het allemaal zo goed? Okay. Echt. En het is wel een beetje begonnen met het besluit om helemaal 100% te gaan voor mijn missie. En met een soort van hele duidelijke, soort monomane focus. En dat heeft ook te maken gehad met loslaten. Ook dingen niet meer doen. Dingen echt loslaten. En echt te denken, oké, hoe ga ik dit alles ervoor in het werk zetten en heel mijn energie en passie inzetten om dit wat ik te doen heb, te doen. En wat is dat, als je dat moet omschrijven, die grote missie, waar die focus dan op zit? De kern ervan is om mensen te helpen om echt te voelen wat zij op aarde te doen hebben. Weer even heel groot gezegd. Spirituele missie? Spiritueel is eigenlijk spiritueel werk, maar kan heel praktisch vertaald worden in wat is je droomwerk of wat is je droomdoel en hoe kun je daar stappen naartoe zetten. Mm-hmm. Waar word je het gelukkigst van? Waar word je het gelukkigst van, inderdaad. En dat ook echt voelen. En ik denk dat bij mij de omslag is geweest dat ik heb eigenlijk een soort van radicaal gezegd en nu stop ik met mijn gedachten en mijn ratio volgen. Ik heb het heel goed geleerd, ik heb het heel goed gedaan, maar nu vertrouw ik echt op mijn gut feeling. Nu vertrouw ik echt op mijn intuïtie mm-hmm. en doe ik wat ik voel dat ik te doen heb, ook al weet ik niet precies waarom ik het doe. Oh, dat is powerful. Als je die keuze maakt, hè? Ja. Ik ga dat volgen. Ik weet niet precies waar het me brengt. Ik weet ook niet altijd waarom ik voel wat ik voel. Eigenlijk bijna nooit. Maar wat gebeurt er dan op dagelijkse basis? Wat gaat er anders? Kan je een voorbeeld geven van, oké, ik voel het, ik doe het en dit gebeurt er? Ja. Wat er gebeurt is dat ik... Dat is een soort beginbeslissing geweest die ik dagelijks weer telkens besluit. Dus soms kun je dan, ik denk dat mensen dat wel hebben, maar ik heb het in ieder geval. Dat je dan soms denkt, oh, maar het is niet verstandiger om dit. Of kan ik niet beter nog even nadenken over dat? En dat ik dan dat wel registreer, daar helpt meditatie me heel erg mee. Van ik zie het als een gedachte, die is er, maar dat is niet mijn identiteit. En weer terug te gaan naar, oké, wat voel ik dat ik te doen heb? Waar voel ik echt energie naartoe stromen, als het ware? En welke mensen voel ik me daarna aangetrokken, daarmee te werken. En om wat ik denk, oh, dit heb ik dat te gaan doen. En dat is een soort van globaal gevoel, zou je kunnen zeggen. Maar hoe dat dan echt dagelijks eruit ziet, is dat ik echt bepaal, oké, wat kan ik vandaag doen om een belangrijke stap in die richting te zetten. Mm-hmm. En dat doe ik eigenlijk op in mijn jaarplanning, in mijn weekplanning en in mijn dagplanning. Dus daar kan ik wel een beetje een planningsfreakje in zijn. Mm-hmm, om echt te bepalen, wat zijn de eerste stappen die daarvoor het allerbelangrijkste zijn. En die ga ik dan ook zetten. Wat goed. Geef me eens een concreet voorbeeld van iets wat mega snel tot stand kwam, omdat je gewoon maar naar je intuïtie luisterde. Nou, een heel mooi verhaal. Dat heeft te maken met mijn vriendin Simone. Simone Levy is een businesscoach en een vriendin van me. En op een gegeven moment had zij, toen kende ik haar nog niet zo goed, op Facebook gezet, wie gaat er mee naar Gabrielle Bernstein in New York? Oké, Gabrielle Bernstein is een ondernemer en een schrijver en een soort spirituele popcultuurgoeroe. Ja. En heel veel mensen kennen haar, vinden haar geweldig. En die gaf een soort lezing. Die gaf een masterclass van een paar dagen in New York. Ik kende haar, ik vond haar wel interessant, maar ik had verder niet heel erg veel gevoel bij haar op dat moment. En het stond daar en ik dacht meteen, ik voelde echt zo, bang, dit ga ik doen. Dit moet ik doen, maar niet moeten van moeten, maar echt... Dit wil ik. Dit wil ik zo graag doen. En je zag het op Facebook van een ondernemer die je eigenlijk helemaal niet echt kent. Ja. Wie gaat er mee? Jij denkt ik. Ja, ik dacht meteen ik. En ik dacht,
ik wil het en ik moet het, maar ik dacht, ik heb geen tijd en ik heb geen geld. Het is allemaal moeilijke dingen, maar dat zijn dus weer die dingen, die gedachten. Maar ik voelde zo sterk, dit wil ik zo graag. Dat eerst had ik ondergezet van, nou ja, maar dan moet ik mijn programma lanceren, dus ik het heel druk. En ik heb mijn investeringspotjes leeg, want ik had veel geïnvesteerd in die tijd. En Simone die schreef er toen onder van, dan lanceren we onze programma's wel in New York. Dat is oké, cool. Kan met een digitaal programma. Dat kan je overal ter wereld lanceren. Je kan overal werken en lanceren. Het is juist eigenlijk best wel tof om het in New York te lanceren. Dus dat was één. En het tweede was dat ik dacht, ja, het is eigenlijk een beetje, wat stuur ik het universum in, hè, als ik zeg, mijn investeringspotje is leeg. Mm-hmm. Dus ik dacht, hoe kan ik dit nou veranderen? Ik heb er gewoon onder gezet 3 keer, mijn investeringspotje is vol. En diezelfde dag stuurde Simone mij een berichtje van, hey, we kunnen samen een retreat organiseren, of die wil ik organiseren, doe je mee, dan krijg jij dit bedrag en dan kun je mee naar New York. En ik had helemaal uitgerekend wat voor bedrag ik nodig had om er naartoe te gaan. Ja. En dat bedrag wat Simone en ik dan overeen waren gekomen was het grootste deel. Maar er was ook nog een workshop, die had ik een aanvraag voor gehad, die zat in mijn mailbox. Ik had er nog niet op geantwoord en ik wilde er eigenlijk nee op zeggen, omdat het in een drukke periode viel. Mm-hmm. En toen heb ik diezelfde dag geantwoord, ja, ik doe het. En toen had ik precies het bedrag wat ik nodig had om daar naartoe te gaan. En dat is dus in een tijdsbestek van een dag, is dit tot stand gekomen? Ja, dat is 1 dag. Het verhaal van Dolly is echt super inspirerend. En Dolly en ik hebben samen een mini masterclass, een opdracht voor je bedacht, zodat jij vandaag nog effectiever en productiever kan gaan werken en leven door meer te gaan ondernemen vanuit je gevoel in plaats van uit je hoofd. Ga naar thewhygirl.com/aflevering46 en download daar de gratis meditatieoefening die Dolly speciaal voor jou heeft gemaakt, zodat je alvast in die mindset shift kan komen. En als je daar dan toch bent, laat me dan ook even weten in de comments onder het filmpje wat het grootste inzicht is wat je uit deze masterclass met Dolly hebt gehaald. Vind ik leuk om te horen. Heb je iets aan dit filmpje gehad? Als dat zo is, like dit filmpje en deel dit filmpje met vrienden of vriendinnen waarvan je weet dat ze iets kunnen hebben aan deze masterclass. Dat zou ik heel cool vinden.